gaan nog even terug naar de Partij van de Arbeid en naar die illegale, want ze zitten ermee in hun maag. De illegale, ze willen illegaliteit niet strafbaar maken. De VVD wil dat wel. En er is al afgesproken in het regeerakkoord om het toch te doen. 12 mei is er een ledenraad. En wat kunnen de leden nog doen? Daarom is hier vanavond Rick Paul van Mulligen. Jij bent pressure specialist. Absoluut. Wat kunnen de leden van de Partij van de Arbeid nog doen? Nou, veel. Hè? Heel veel. Kijk, als je echt kloten hebt, hè? Als je echt ergens voor staat, dan wapper je niet alleen op een congresje met je stembiljetje. Dan doe je iets. Hè? Bedoel, neem nou Guantanamo Bay. Hè? Hongerstaking. Ja. Ja. Nou, een hongerstaking is niet echt interessant. Hè? Duurt veel te lang. En de media die raakt zijn interesse gewoon langzaam kwijt. Okay. Dus kijk eens hiernaar. Dorststaking. Kijk, 7 dagen zonder water en je kunt meteen de helft van je organen afvoeren aan je kat. Oké, dat klinkt behoorlijk rigoureus. Ik bedoel, ik wil ook wel dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, goh, ik ben gehecht aan manieren. Oké, point taken. Hè? Maar er kan nog zoveel meer. Hè? Ik bedoel, ook onbekend bij het grote publiek is namelijk de visuele staking. Luister goed. Ik ben 7 jaar oud. Ik wil heel graag een rood fietsje. Nou, no big deal, maar ik wil hem echt graag. Huh? Nou, dan kik je karakter erin, hoor. Dus, en ik kreeg hem niet op mijn verjaardag, hè, dat fietsje. Dus de dag daarna sloot ik mijn ogen en ik zei, ik doe ze pas weer open als daar een rood fietsje staat. Ja? Nou, dan loop je een paar keer tegen een deurpost aan. Dan begint die spanning bij die ouders al flink te stijgen. Hè? Ga je nog een keer in de sloot liggen, bijna 2 keer onder een auto. Nou, moet jij eens raden wat er binnen 2 weken in mijn kamer stond. Een rood fietsje. Exacte mundo. Huh? En toen wist ik dat ik een bijzonder talent had. Ja, maar dit is toch gewoon afpersing? Ja, hey, het is niet, je wordt niet zomaar expert. Hè? Ik ben er ook niet echt trots op, maar goed, even terug. Hoe helpen wij deze illegalen? Ja, ja, hoe gaat het nu verder met Samson? Ja, hoe gaat het nu verder met Samson? Wat doe jij nu? Dit is heel vervelend. Maar moet je voorstellen dat iedereen dit de hele week bij Samson gaat doen. Wat, zo napraten? Dat is irritant, hè? We beuken hem helemaal murf, joh. En daarna slaan we toe. Oké. Ja. Hoe gaan we dat doen dan? Ja, hey, ik ben de expert. Ik heb iets bedacht. He? Speciaal voor Diederik Samson heb ik het volgende bedacht. Revolutionair. He? Totaal nieuw. Nog nooit gedaan. Op het congres, op 12 mei, als Diederik Samson zijn speech houdt, dan doet iedereen een plastic zak over zijn hoofd. Oké, maar dit gaat nooit werken. Dit is jezelf doodstikken. Oh nee? Gaat dat niet werken? Nee. Weet je dat zeker? Ja. Oh ja? Mooie ring heb je om. Ja, nou en? Ja, die wil ik wel hebben. Nou, dat is fijn voor je. Nee, ik wil hem hebben, nu. Nee, dat gaat niet. Oh nee? Rick Paul, dat... Moet jij eens opletten. Ja, goed, hebben. We gaan terug naar Bernard, ons luchtruim.